Welkom iedereen weer, een nieuwe aflevering van Yu-Gi-Oh! Arc V Tag for Special. In het vorige deel begonnen we met het verhaal van Yugi in Duelist Kingdom. Vandaag gaan we ons meer focussen op Pegasus Kasteel. Dus voornamelijk de laatste, wat zou het zijn, laatste 10, 20 afleveringen van de oorspronkelijke Yu-Gi-Oh! Als je puur daarna kijkt, dan is eigenlijk zo heel is Duelist Kingdom eigenlijk niet heel lang. Ja, nou je precies een zero, maar dat willen we niet. Ja, oké, de eerste 40 afleveringen om erbij. En dan zijn we nu om en nabij. Ja, we zijn dan. Dat vind ik altijd zo mooi. De aflevering met onze grote vriend Weaver was aflevering 5. Met Mako was aflevering 7. En waar wij nu zijn is om en nabij aflevering 22. Dus dat schiet aardig op. Maar omdat de tech doel is, heeft Kaiba een partner nodig. In plaats van te zeggen van, hey, we nemen Mokuba mee. Zeggen we, fuck it. Hij pakt de real estate agent erbij. Zo van, oké, yo, goed, prima joh. Nou, Seto gebruikt zijn Blue Eyes. En Shiyun, de real estate agent, gebruikt Monster Mania. Nou, mijn hand is niet super. Ik heb Hex, The Darkness, maar ik heb wel Port of Greed. Dus dat kan op zich nog wel handig zijn voor later. Nou, het deck van Kaiba in deze draait voornamelijk maar om één ding. Zo snel mogelijk de Blue Eyes proberen te summonen en zo snel mogelijk naar Blue Eyes Ultimate gaan. Want ongeacht in welk seizoen je zit, over het algemeen is Blue Eyes Ultimate nog steeds een van de sterkste kaarten. Ook heb je nu ondertussen wel dingen zoals Blue Eyes Alternative, Neo Blue Eyes. Dus er zijn zoveel Blue Eyes versies ondertussen uitgekomen dat het gewoon best erg is. Nou, standaard, het is een beetje standaard deck met zijn enemy controller. Nou, Shiyun heeft geen extra deck monsters. En daarom is Magic Cylinder gewoon zo leuk. Maar ja, dat is de grap. Magic Cylinder wordt in de huidige competitive scene niet meer gebruikt omdat het geen playmakers is. Als de kaart niet verder gaat dan jouw eigen deck. Dus ik, dan bedoel ik met zeggen van, oké, het is geen play extender. Dan heb je in een theorie er bar weinig aan. Het enige wat ik hier heb kan zijn is Red Eyes Wyvern. En ik kan wel iets specials summonen. Ik kan, als ik het goed heb, Dark Rebellion Exceeds Dragon wel summonen. Of Queen Dragon Jin. Nou ja, ik heb geen andere dragons dus. Dan is Dark Rebellion Exceeds Dragon de betere. Dit is een kaart van Arc V. Waarin eigenlijk de vier main characters eigenlijk allemaal een dragon hebben gebaseerd op een bepaalde summoning stijl. Zo heeft Yuya heeft Old Eyes Pendulum Dragon. Yuto heeft Dark Rebellion Exceeds Dragon. Yugo heeft Clear Eyes Synchro Dragon. En ik ben de laatste tijd. Yuri volgens mij heeft Starving Venom Dragon. En ze hebben al 2500 attack. En bepaalde effecten. Mooi aan Dark Rebellion Exceeds Dragon vind ik wel dat het redelijk veel damage kan doen. Omdat het een verdubbeling is van attack. Nee, heb je Photon Trash of zo van. Oké, summon maar meteen een redelijk sterk monster wat eigenlijk alleen maar uitkomt in Zexal. Ik kan hier wat anders doen. Nou, de Hex Sealed kaarten zijn voor mij puur en alleen maar om bepaalde fusion summons te doen. Zoals Red Eyes Skull Black Skull Dragon en Meteor Black Dragon. Wat best handig is om te hebben.
Want Red Eyes heeft om een of andere reden best veel fusion katen. Heeft er namelijk ook waarschijnlijk mee te maken met het feit dat meer deel van de katen... Oh ja, daar komt quickplay. Over het algemeen, als ze je attacken, dan is het ook van, nope. Nou, en ik tik maar gewoon een damage omdat fuck it. Dat is een hele vervelende eigenschap die ik heb aangeleerd. Van, laat maar eens zien wat opponents kan doen. Als ik bepaalde dingen opoffer of bepaalde dingen aanpas, welke dingen kan ik precies mee wegkomen? Nou, afhankelijk van het deck wat ik gebruik, kan ik dan bepaalde dingen meedoen. Nou ja, dat is mooi. Het is nu toch een banished van, hey, yo, ik krijg mijn Dark Rebellion. Nee, in bijvoorbeeld een Gravekeepers deck kan ik dat bijvoorbeeld niet doen. Omdat met een Gravekeepers deck moet je wel eigenlijk gebruik maken van het feit dat je continu pressure moet zetten. Maar als je bijvoorbeeld een Cyber Dragon deck gebruikt of een ander deck wat redelijk snel power op het veld kan zetten, dan maakt op zich niet zo heel veel uit. Sturen we die even terug. Nou, we hebben ons onze kaart uit. Jezus, dat is geen goede hand. Ja, en Drag and Shine is eigenlijk alleen maar goed wanneer je Red Eyes Darkness op het veld hebt. Anders heb je daar ook niet zo heel veel aan. Nou, benchen we deze maar even. Nou, dan is het waarschijnlijk net 7. Dan komen we er net overheen met de Dark Hex Sealed Fusion kaart. Oké, dan hebben we voor de rest niks in een stroom wachten wat Koyba nog gaat doen. En dat eruit voornamelijk komt. Het mooie aan Tech Force vind ik wel, dat als de decks goed op elkaar afgestemd zijn, dat je redelijk veel plays kan maken. Dus stel nou, ik zou een Dark Magician deck gebruiken samen met Yugi. Of een Red Eye, dit Red Eye deck zou gebruiken samen met Joey. Dan kan je redelijk snel je plays verder extenden. Dat is het mooie eraan. Toegeven, als de decks niet op elkaar afgestemd zijn, dan heb je wel een probleem. Want ze kunnen ook op sommige punten gaan clashen. Maar ja, daar komen we de volgende part achter. Tot later.